Morgen heeft Sarah een geschiedenistoets over het tijdvak Grieken en Romeinen. Ze heeft moeite om zich te kunnen concentreren op alle teksten in haar boek. Ze heeft wel een samenvatting gemaakt, maar die is bijna net zo lang als de oorspronkelijke tekst. En ze heeft helemaal geen idee wat nu eigenlijk de essentie van alles is. Haar vader wil haar graag helpen met leren, door samen een mindmap te maken. Ze pakken een groot vel wit papier en een flink aantal stiften en ze gaan aan de slag. In de mindmap staan gedachten gestructureerd weergegeven in een tekening, gecombineerd met sleutelwoorden, kleurgebruik en afbeeldingen, alles rondom één centraal thema. Door het maken van een mindmap lukt het veel beter om informatie te ordenen en te onthouden. Informatie wordt in onze hersenen op een geordende en samenhangende wijze opgeslagen, waardoor er netwerken ontstaan. Als je een mindmap maakt, heb je een actieve leerhouding, waardoor je leert informatie te ordenen en verbanden te leggen. Je stimuleert hiermee je hersenen om een ingewikkeld netwerk van verbindingen aan te maken. En dat stimuleert weer het geheugen. Onze hersenen bestaan uit twee helften, met een zekere rolverdeling. De linker hersenhelft is vooral betrokken met het maken van lijstjes, maar ook het logisch, analytisch en lineair denken, gesproken en geschreven taal en het gebruik van getallen. De rechter hersenhelft is vooral betrokken bij het gevoel voor ritme, ruimtelijk voorstellen, inzicht, verbeelding, kleurgebruik en dachtromen. Doordat je bij een mindmap beide hersenen aanspreekt, verbetert de herinnering ten opzichte van meer traditionele manieren van leren, zoals bijvoorbeeld het maken van een lijstje of iets uit het hoofd leren. In het basisonderwijs is het gebruikelijk om vanaf groep 3 de nadruk te leggen op gesproken geschreven taal en het gebruik van getallen. Maar het is wenselijk om al bij de kleuters te beginnen met het maken van een mindmap. Met voldoende begeleiding zijn kinderen in staat om vanaf de middenbouw zelfstandig een mindmap te maken. Het is vrij eenvoudig om op papier een mindmap te beginnen. En het is dan ook aan te raden om het op deze manier aan te leren. Zo'n papieren mindmap is wel heel erg arbeidsintensief. En ze zijn lastig om aan te passen als je achteraf nog veranderingen wilt aanbrengen. Het kan wel, maar de mindmap wordt er meestal niet mooier of overzichtelijker van. Gelukkig zijn er ook voldoende digitale middelen beschikbaar om een mindmap te maken, bijvoorbeeld op een digibord, computer of tablet. Er zijn al veel apps en programma's beschikbaar om je hierbij te helpen. Zo'n digitale mindmap is veel flexibeler en dynamischer dan een papieren mindmap als je die wil aanpassen. Sarah schrijft midden op haar vel Grieken en Romeinen en ze brengt allerlei vertakkingen aan, waarbij ze elke keer een sleutelwoord en een afbeelding plaatst. Ook legt zij tot slot nog enkele verbanden tussen verschillende takken. Nu heeft ze al een aardig zicht op de inhoud van het hoofdstuk en ze voelt zich een stuk zekerder voor de toets.